mensen. Ik ben heel blij dat ik als vinger zitten voor de microfoon dit feestje nu openen. Vorig jaar was het geweldig weer. Dit jaar hebben we iets minder. Een beetje pech, maar ja goed. De zending is voor je dames om te zien. Dit is een uitgebreid en gevarieerd programma voor de vernootvereniging. En hebben heel veel vrijwilligers hebben door aan mij gewerkt. Die dag ik op de eerste plaats. En op de tweede plaats heb ik zelf dat Jan niet gekomen. Ik hoop dat je allemaal een hele fijne werk hebt. En begon nog even tot. De dansen van de Boerenrood. Beste kijkers, ik heb hier neven mij staan de voorzitter van de KBO Martinez. En ik wil eens aan de voorzitter vragen wat zij beogen met hete stoon. In de eerste plaats natuurlijk hebben we gestoond, dat is voor de KBO onder de aandacht te brengen van de mensen. De KBO hier in Leiden-Limburg heeft meer dan 40.000 leden.
We komen dus niet alleen over de belangen van de mensen, maar ook als afdeling in Tegelen organiseren dus ook veel activiteiten van de mensen. Zo doen we één keer of twee keer in de maand hebben we op dinsdag een activiteit in het Zilke, hier in de Sint-Josef-Brokkie. En dan doen we twee keer in de maand, dat is de eerste en de derde donderdag, doen we koerswal in de Bongen. Hoe lang doe je dit al? Vanaf mijn 11e jaar. Dat betekent dat ik dat ruim 50 jaar al doe. Dat is geweldig. En heb je er nog altijd zelf plezier aan? Zo te zien wel. Ik heb er heel veel plezier aan. Ik doe het niet alleen als solo-accordionist, maar ik ben ook vrijwilliger op de Harsgraaf. Dan doe ik dat natuurlijk voor de dementerende patiënten. Met heel veel plezier, samen met mijn vrouw doe ik dat dan. En voor de rest heb ik nog een Duitsstalig groepjeslagergroep in die Neue Fünf. En we treden op met puur en al de Duitsstalige muziek. En nu zijn we gearriveerd bij een kruimke
En dat is, samen zijn wij Venlo. En door Verstoorn wie honger, einde keer is hij het huis van de wijk in de Bonger. En hier zien we ook de Repaircafé. En voor mij staat Dagig, de organisator van de Repaircafé, die er met begos is. En als je het goed hebt, dan is hij nu een maand of drie, vier in de Bonger aan het draaien. Klopt dat? Dat klopt helemaal, Jonel. Ja. En wat is de bedoeling van de repair? Repair komt dus van repareren, herstellen af. Wat doet je door? Wat voor mogelijkheden kunnen we, wat kunnen we door naartoe komen? Eigenlijk alles. De bedoeling is dat mensen gooien eigenlijk plat of plat krijgen weg, wat nog gemaakt kan worden. En wij zitten ook met een team van vrijwilligers die proberen dan het zaakje weer te repareren en de mensen even alleen maar het materiaal te betalen wat voor behoefte is. Ja, goed zo! Ja, dat is wel een
heb hier twee prachtige dames staan, zoals je ziet. En die vertegenwoordigen dus de Bongert. Daar is iedereen dus welkom, Nederlijn die er wonen, maar ook de Hongzum. En er is dus een inloop. En wat is dat precies? Open inloop is voor iedereen en daar doen we handwerken, kaarten maken, kaarten. Wilt je gezellig alleen maar kletsen? Ook goed. Het is puur voor de gezelligheid. En we hebben ook eten. Dat kunt je ook aanmelden. Alleen op de maandag en de donderdag zitten we vol. Maar de rest is nog plaats voor lekker beter schuiven voor een warme maaltijd voor 7,50. Dit is de huisomroep van de TZBO. Aha. En we gaan hier het pleintje rond om te kijken wat er alles, van alles te bieden is. Okay. En laten dat dan op een andere manier weer zien aan bewoners hier van de tehuizen hier Hongzum. Die natuurlijk niet hier 's middags kunnen zien. En daar maken we dit voor. En dan laten we zien wat vrijwilligers allemaal, dus voor de medemensen allemaal mak en overheid en duin en luurt proeven en weinig wat. En dan begint de kruidentuin bij ons kasteel de Holtmulen. Begint vruchten af te werpen, heb ik gehoord. Begint bekendheid te krijgen. Dus dat is geweldig. Heel mooi uit. Dankzij de vrijwilligers ziet het er heel mooi uit, de kruidentuin. Robert en Henk hebben de hele tuin opgeknapt. En de Engelse tuin en de fruitbomentuin. En het is een prachtige viever. En nu heb ik zelf dan nog uit Zuid-Limburg mijn hele kruidentuin hier naartoe verplaatst. Dus nu is de kruidentuin eigenlijk ook weer zo een beetje helemaal klaar, zeg maar.
Ik heb... Toen werd het een geheel. En het, ik hoor van de Luut dat ze heel veel energie kregen in die tuin. Omdat er, ja, er zijn heel veel mooie bloemen in en heel veel heerlijk ruikende kruiden in. En, ik ruik het achteruit. De heerlijke lavendel. Ja, hè? Ja. Ja, de geur gaat alle kanten uit. Maar dat wil hem al niet doen.
Want en zitten die kabouters toe gezellig de boer. Waar zijn wonder, waar zijn wonder, zo die zon. Dat die veren broodjes smeren, hi hi hi. Ha ha ha, donder bij en ik eet er nog. En hoe doen de slangen? En van de was ophangen. Zo vier slangen was ophangen. Waar zijn wonder, waar zijn wonder, zo die zon. Dat die slangen was ophangen, hi hi hi. Ha ha ha. Stond erbij en ik keek ernaar. Ik zal het in het liedje vertellen waar die aangestorven is. Dus dat even kijken of die gooie er wat op gestorven. Maar die even proberen. En als ik hier kijk, is dat een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 man te zien. Een stampend fudge, nog een stampend fudge, een wiebelkuntje en een wiebelkupje. Allemaal! Dat de wind is doen, voor is ze aangestorven. Dat de wind is doen, voor is ze aangestorven. Hoe is ze aangestorven? Aan een zwerend vinger. Nog een zwerend vinger. Een wiebelerm. Nog een wiebelerm. Een stampend futje. Nog een stampend futje. Een wiebelkupje. Een wiebelkupje. En een fijn mondje. Dat is een hinderlijk.